Nou, zoals jullie kunnen zien zit ik in de auto. Ik heb vandaag namelijk weer een vlog voor jullie. Samen met mijn moeder ga ik naar de huisartsbeurs in Amsterdam, waar ik om 11 uur een meet and greet heb. Ik heb er echt super veel zin in, want ik hoop een aantal van jullie mijn fans te ontmoeten. Verder weet ik niet heel goed wat ik moet verwachten, dus we gaan het allemaal zien. Net werden we dus naar boven gestuurd, maar eigenlijk moeten we nu weer naar beneden. Oh, wat een drama. Zoals jullie kunnen zien zit ik weer in de auto onderweg naar huis. Ik was eigenlijk van plan om de goodie bag open te gaan maken, maar dat lijkt me geen goed idee aangezien het een beetje regent. Dus ik ga hem thuis openmaken. Ik heb er geen idee wat erin zit, maar dat gaan we thuis allemaal bekijken. Zo, ik ben weer thuis. Ik ga jullie zo meteen laten zien wat er in deze goodie bag zit. En ik heb deze goodie bag trouwens gekregen omdat ik uitgenodigd was met een paar andere YouTubers door de Dutch YouTube Gathering om aanwezig te zijn op de huishoudbeurs. Ik vond het echt super leuk omdat ik ook een aantal van mijn fans heb ontmoet, wat natuurlijk altijd super gezellig is. Ik ben trouwens heel erg benieuwd wat er nou in deze goodie bag zit, dus dat ga ik zo meteen laten zien. Ik heb nog niet gekeken, ik hoop in ieder geval dat het leuk is. En als het niet leuk is, is het natuurlijk wel een heel erg leuk tasje. Dus laat ik hem nu maar gaan openmaken. Heel erg spannend. Want ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Zo. Het lijkt eigenlijk best wel op zo'n beauty case. Wow. Kijk, zo ziet het eruit van de binnenkant. En als eerste zit er een reclamekaartje in van Miss Ethan. En eentje van Terme. Als eerste zie ik een borsteltje. Ik zal hem even uithalen. Ik heb hem eruit gehaald. Ja. Zo ziet hij eruit. Het is gewoon het is een beetje zacht, maar toch weer niet. Ik weet niet waar het voor is. Ik denk voor oogschaduw of zo, voor onder je oog. Maar ja, ik vind hem er echt mooi uitzien. En dan zit er ook een lipbalsem in van Miss Ethan. Er zit ook mooie lippen. En hij ruikt ook best wel lekker. Gewoon een hele verzorgende lipbalsem. En in dat andere vakje, hier, achter deze rits, zit als eerst een handcream van Terme. En dit is de, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, maar zo heet die. Iets met pink lotus. Ik ga het heel even ruiken. Wow, die ruikt echt heel erg lekker. Wow, deze ruikt echt lekker. Oh, dat verrast me. Ja, deze is echt lekker. En er zit ook iets in van Hero. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Even kijken wat het, wat het is. Het is denk ik. Ik denk een nagelwaxje. Het is best wel lang voor een nagelwaxje. Ik zal even opmaken. Ja, het is een nagelwaxje. Het is wel een heel mooi kleurtje. Hij glimt helemaal. Ik vind hem wel heel mooi. Gewoon een zilver glimmende kleurtje. Ja, dat was alles wat in de goodie bag zit. Ik ben er best wel heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een duim omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei!